De vereniging Arya de Waker heeft vandaag het startsein gegeven voor de bouw van een seniorenopvangcentrum. Dit centrum komt te staan aan de Henk Aronstraat naast Leger des Heils. Het startsein voor de bouw is gegeven middels het onthullen van een naambord. Volgens de voorzitter van de vereniging Arya de Waker, Inder Ganga Bisun Singh, is hiermee een lang gekoesterde wens van velen in vervulling gegaan. Wij hebben als bestuur prioriteit gesteld hieraan. En wij hebben na studies, na onderzoek, zijn we tot de conclusie gekomen dat de behoefte aan opvang van deze senioren burgers in ons land enorm groot is. Behalve een permanente opvang is er ook behoefte voor dagverblijf van deze seniorenburgers. Wij hebben in ons planning dat meegenomen om daaraan gestalte te geven. Maar ook zijn er diaspora seniorenburgers, met name in Nederland, die graag hun oude dagen willen doorbrengen in hun eigen geboorteland. Maar helaas zijn de faciliteiten niet van die aard. De commissie die belast is met de bouw van het opvangtehuis staat onder leiding van Shantine Raghubarsin. Zij vertelt over de voorbereidingen. Ik ben gevraagd vanmorgen om het team aan u te presenteren. Voorzitter heeft het aan me uitgelegd. Het is een groot project, maar er ligt heel veel voorbereiding uiteindelijk. You know, we hebben het traject van nadenken over het ontwerp. Dus daarvoor is er een commissie in het leven geroepen namens Arya de Waker. Is ons benaderd en ik wil even vandaag ook mijn commissie, het team die eigenlijk heel hard gewerkt heeft aan dit project waar we nu zijn. Oudste lid, heer Ghafoor Khan, mag ik u alvast naar voren roepen? Ik ga u eerlijk zeggen, is een van onze, is ons oudste lid, maar eigenlijk de flinkste, om het zo te zeggen. Shailesh is echt dagelijks bezig met dit project. En Ignacio Caldera, kom op. Ik weet dat je bang bent voor de camera. Maar... En ik ben Shantine Raghubarsin. Shantine Raghubarsin, voorzitter van de bouwcommissie, die belast is met de bouw van het seniorenopvangcentrum voor de vereniging Arya de Waker.